Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 18 oktober. In deze aflevering gaan wij samen met de minister van Volksgezondheid naar het boven Suriname gebied, alwaar er een kennismakingsbezoek aan Gramang Albert Abekoni werd afgelegd. Wij maakten voor u het volgende verslag. Gramang Albert Abekoni van de Saramaka-anners, Saamaka, heeft een kennismakingsbezoek gehad van de minister van Volksgezondheid, Dr. Anders Amar Ramadien, op vrijdag 15 oktober 2021. De volksgezondheidsminister heeft na een korte kennismaking met Abekoni deelgenomen aan een kroetu te Asinonopo met het traditioneel gezag, de delegatie van de minister, welke bestond uit de directeur van Volksgezondheid, Dr. Anders Rakesh Gada Sukul, de directeur van de medische zending, Herman Genti, de focal point eerste lijnzorg Dr. Anders Winanda Ramlakan, speciale afgezant van Nederland Dr. Mark Sprenger, hebben diverse vragen beantwoord over het vaccineren tegen COVID-19 en over het virus.
De minister heeft in zijn redenvoering duidelijk naar voren gebracht dat de overheid ervoor moet zorgen dat elke Surinamer beschermd moet worden tegen dit virus en de gevolgen daarvan. Het probleem is reëel en mag niet onderschat worden, aldus Ramadin. Gramang Aboykoni is zeer tevreden met het bezoek van Ramadin en het was voor hem heel aangenaam om op deze manier meer geïnformeerd te worden over het vaccineren. Aboykoni heeft zijn keuze reeds gemaakt en is bereid zich te laten vaccineren. Nou, het is een bezoek dat in feite lang geleden gepland was. En ik ben blij dat het eindelijk is gebeurd. Het is heel positief verlopen. De informatie die verstrekt zijn, ja, zijn werkbaar geweest. Het zijn juist de informaties waarnaar we zochten. Jawel, dus het is een heel goede, laten we zeggen, werkbezoek van de minister geweest. Het vaccinatie gebeuren, om precies te zijn tegen de COVID, is één waarbij er heel veel in het nieuws verschenen is dat bepaalde vaccins zijn niet goed of je gaat doodgaan na een aantal jaren en nog andere dingen met heel veel bijverschijnselen enzovoort enzovoort. En dat heeft gemaakt dat de bevolking bang is geworden. Ik was ook bang geweest, want iedereen wil weten wat met hem gaat gebeuren als je je hebt laten vaccineren. En je moet begrijpen dat de plaatselijke bevolking, die zijn niet in staat om bepaalde dingen echt goed na te trekken of het juist is of niet juist is. Je hebt aanvullende informatie nodig. Mensen die in de stad zijn, ze zijn geschoold, zij kunnen dingen beter beoordelen. Dus het is belangrijk dat de regering, niet alleen in het binnenland, maar de regering moet eraan werken om de juistheid van de informatie naar de bevolking te brengen. Want hoe juister de informatie, hoe makkelijker het wordt en hoe beter het wordt voor de bevolking om een besluit te kunnen maken. Ja. Jawel, we zijn nu bereid om ons te laten vaccineren, natuurlijk. Dus men heeft, de delegatie heeft een uiteenzetting gegeven over de aantal vaccins enzovoort enzovoort. Dus daaruit heeft men een keuze gemaakt en gezegd, oké, dan zullen we gaan voor deze vaccin. Het is nu de beurt aan de rest van het gezag om de informatie over te brengen aan de bewoners van de diverse dorpen. Aboykoni zal verder afstemmen met de directeur van medische zending Herman Jinti voor de planning om te beginnen met het vaccineren te Asidonopo. De directeur van volksgezondheid Sukul geeft aan dat het bezoek nodig was omdat men meer informatie wilde hebben over de diverse vaccins en wat het voordeel is van het vaccineren. Nou, dit werkbezoek was nodig omdat de ondersteuning van de Gramang heel erg gewenst is in ons vaccinatiecampagne. Want we hebben opgemerkt dat er nog steeds in de dorpen hier aan de Suriname, aan de boven Suriname rivier, dat er een behoorlijke hesitantie is. Dus de bereidheid om zich te laten vaccineren toch nog wat minder is. En we zijn dus de Gramang, we zijn naar de Gramang gegaan. En hebben de Gramang dan ook gesproken hieromtrent, geïnformeerd
En om de Gramang ook in principe over de streep te halen en te overtuigen van de veiligheid en het belang om gevaccineerd te zijn. In deze editie van het COVID-journaal richt de arts-dokter commissie zich tot de Maron-gemeenschap. In het Okaans geeft hij aan hoe de communicatie naar deze groep zich zal richten met betrekking tot het vaccinatieproces. Actie de taki fawi o chai a informatie gona den semafa buskonde fu meke den fu stang bung sang ai go aba anga fu taki anga de meke den fu stang te de muteke wambos loiti fu teke apinya eke fambe taki a fesi kaba dan wi abi radio programma pe wi kon takyang au sefi taki wani meke de sama aksi san kwanga aksi sana de sani di de eboko de janga den de sani di e holiday funateke apin bikaisa goda e taki e gi informasi makande na san de na problem ja samabi fudate de meke wi abi den programma ya wi abi programma na radio apenti pe en tapu feda anga sonde we de anu an programma we kai atoli fu corona anu egi tongo wi de ook tu anya programma fu associe tapu woensdag tegen den tempo half 2 en na so wi e kon fu potu si e figi den sama fu den kwanga de aksi di jabi fu asiki aso corona ma ook tu nawa wan corona ma ook tu a pin di degi fu a sikia mi wan fu taigi de sama ite wan ton na a moment ya taki changa no da pinya nena wan kodo sani di wa biju sa taki ya di ondo sukwen bum en a sa ye piu so mi wani tai yu taki u aliki den programa en una aliki mo na sani je sama itaki fu fele ma meke u teki a pinya esiesi fu do wan pisi taki en usa libien ke fa obegwenti libi a fesi baka boiti de radio programma ya so ook tu wi otaki anga sama di fu sama aliki den de kai den an influencer de kai den key persona dat wan taki sama ke captain gaman ma ook tu sama di janya libi makanda di fu sama aliki den otaki anga de sama ya ook tu fu den chaya bosko pu committee you so that you sa go and take a pin. Want to more mi wan fu tegi taki a pin di degi no ya bi Sinopharm ya bi AstraZeneca ya bi Moderna gi den be uman anga ya bi Pfizer. Ala den pin de boom en na lukui mu luku so tu an di wani pe de vacciner da e hesi go take you pin. En met de boodschap van Dr. Erik Commissie hebben wij het weer gehad voor het COVID-journaal voor vandaag, maandag 18 oktober. Ik wens u nog een fijne kijktijd verder en een fijne voortzetting van uw dag. Tot de volgende keer.